De bon bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, CELOS, eist het vertrek van hun directie en het stichtingsbestuur. Het personeel pleit voor jonge professionals die met kennis en visie het centrum kunnen leiden. Om het eis en kracht bij te zetten, ging de bond vanmorgen in actie. Volgens Sunil Sugnadan, ondervoorzitter van de CELOS werknemersorganisatie, brengen directie en stichtingbestuur de organisatie alleen maar ten onder. De boiling point is bereikt. Met boiling point bedoelen we de situatie is dusdanig verergerd. Dat dus het onhoudbaar geworden is. We verder niet meer in zee kunnen gaan met de huidige leiding. Die zich althans betitelt als ze zijn de leiding en het stichtingbestuur. Het zijn allemaal mensen die 1. Niet legitiem zijn. 2. Geen kaas hebben gevreten van de materie. Geen manager zijn. Dat nog niet eens uitstralen. En zien er ogen, zien we dat CELOS sterk achteruit gaat. En wij willen dus CELOS behoeden van verdere ondergang. Dat is het hele ding. De bond is niet te spreken over het leiderschap van waarnemend directeur Caroline Rahan-Chin, die al ongeveer een jaar vanuit het stichtingsbestuur leiding geeft aan CELOS. Een dubbele functie die niet legitiem is. Ook zou het stichtingsbestuur niet volgens de juiste procedure zijn geïnstalleerd, zegt Sugnadan. De bond mist daadkracht vanuit de waarnemend directeur. Punt is, er zijn ontwikkelingsprojecten en ontwikkelingsgerichte activiteiten op het CELOS. We weten dat door COVID heel wat zaken achter zijn gebleven. Maar nu moeten die dingen in snel tempo weer opgepakt worden. Universiteiten van Wageningen, Universiteit van Hamburg, Universiteit van Gent, Rijksuniversiteit, noem maar op. Al die mensen willen nu weer starten. Maar van de zijde van de directie gebeurt er niets. Toch? Ik bedoel, hoe wil je dan werken? Hoe wil je dan CELOS verder uitdragen? CELOS is wereldwijd de bekendste bosbouworganiserend onderzoeksland. We hebben zelf een systeem waar we naam op hebben, het CELOS Management System. We praten dan over een bepaald georganiseerde houtkastsysteem. Ja? Kijk, het zijn allemaal dingen, het zijn allemaal verworvenheden. Toch? Wij zijn een onderzoeksinstituut. Wij zijn geen markt, wij doen onderzoek. En dat onderzoek is gericht onderzoek. En we hebben de disciplines, we hebben de verschillende afdelingen, we hebben de mensen. Maar wat zien we? De mensen worden gewoon tegengehouden. Zelfs een samenwerkingsovereenkomst met een groot bedrijf zou door de directie worden tegengewerkt. Bij het CELOS werken ongeveer 90 personen. De bond denkt volgens Sugnadan aan verscherping van de actie, maar wilde daar vooralsnog niet op ingaan. Het vervolgactiemodel moet nog met het bondsbestuur worden besproken.